Oh! Zo! Welkom op het kanaal van de Zoete Zusjes. Vandaag gaan we wat superleuks doen. We gaan Janna en Saar straks verrassen. We beginnen namelijk een musical in ons eigen huis. Ja, een musical. Ja, Saar en Janna zijn gek op musicals. Wij trouwens ook. Ja, zeker. We zijn er allemaal heel veel geweest. Naar Lion King. Lion King. Door Roosje. Aladdin. Rapunzel. Oh, dat was allemaal leuk. Ja, en het liefste gaan Saar en Janna iedere dag. Ja, maar dat kan niet. Nee. Dat is echt ontzettend duur. Veel te duur. Geld betalen voor een musical. Ja. Dus wij dachten... Waarom beginnen we niet een musical in ons eigen huis? Wij kunnen ook best een musical. Absoluut. En dan kunnen Saar en Janna, als ze straks uit school komen, lekker kijken naar een prachtige musical met zingen, dansen, acteren. Ja, dat kunnen wij allemaal, toch? Nou, dat weet ik niet helemaal. Maar we gaan ons best doen. Ja, we gaan het doen. Ja, maar welke musical gaan wij doen? Oeh. Misschien kunnen jullie het raden. We pakken er iets bij. Huh? Nou, wat zou dit nou zijn? We gaan de musical... Aladdin! Ja! En als je over deze lamp heen wrijft, dan komt er zo'n blauwe geest uit. Ja? En dan mag je 3 wensen doen. Wrijf er eens open. Ja. Ik wil het zien. Er komt nog niks. Er komt nog niks. Maar straks wel. En we moeten opschieten, want over 3 uur komen Saar en Janna thuis. Ja, in 3 uur een hele musical maken. Gaat ons lukken, ja. Maar daar hebben jullie voor nodig. Want geef eerst even een dikke duim omhoog. Ja, en dan gaan we gewoon meteen beginnen. We gaan gewoon beginnen. Ja, we hebben alle tijd nodig. Oké, okay. Let's go. Ronde 1. Yes. Ja, dan moeten we eerst de rollen verdelen. Rollen? Welke rollen zijn er al? Ja, ik wil Jasmin. Ja, ik wil ook Jasmin. Nee. World, ik wil op dat kleed. Ja, zo goed kan ik niet zingen. Nee, daarom, ik ben Jasmin. Jij bent Jasmin. Ja. Maar wie kan ik dan zijn? Aladdin. Ja, of Jafar met die Jafar. Maar dit is wel een engert. Oh, een geest. Op de geest! Ja, en je hebt al blauw aan. Ik daarom. Nou, ik kan zo in die rol. Hé, maar we moeten even helemaal kostuums doen. Ja, ik ga even de verkleedkist halen. We hebben een verkleedkist, dus we moeten zorgen dat we spullen hebben. Ik heb hem! Zo! Nou, we hebben in ieder geval voldoende kleren. Is dit iets voor Jasmin? Dat is zo'n, volgens mij, wat is dit? Zo'n Chinese kimono. Nee, het is niet Chinees, het is Arabisch. Is dit wat? Een jurk? Bloesje. Ja, een bloesje. Nee, dat is ook niks. Voor de geest. Die is toch ook een beetje een soort van showteam? Nee. Hé, hey, een beetje bling bling. Nee? Oh, deze! Kijk, oh, wauw! Die diamant en die zwarte haren, dit is gewoon een Jasmin. En zo'n vlecht met van die elastiekjes. Ja. Nou, doe me zo. Ja, dat kan niet missen. Dit is hem hoor. Nou, in één keer! Ja, het staat je goed. Ja, je bent in één keer een prinses. Ja. En dit is een dokterspak. Ja, dat is denk ik ook niet, hè? Chinees. Wat is dit? Kitter. Nou, voor de geest misschien. Voor de geest. Ik hou hem even apart. Oh, deze. Oh ja, helemaal oosters. Ja, als ik die nou helemaal omwikkel. Hier maak ik een soort jurk van. En dan doe ik deze op. Nou, dit is helemaal Arabische sfeer hoor. Ja, toch? Ja, echt. Alsof Jasmin naast me zit. Lijkt het dan? Ja, nou, dan moeten we zo even goed doen. Ja. Maar nu moeten we even iets van mij hebben. Ik heb nog die blauwe keuken. Dit is van de geest. Nee. Ja. Zeg dit joh. Ook dikke vette spierballen. Ja, dit gaan we even aan. Dat die voor mij gemaakt is. Oké, zullen we anders klappen? Ja. En als we in onze handen hebben geklapt, dan hebben we het aan. Dan zijn we eigenlijk voor de geest in Jasmin. Ja. Oké. 3, 2, 1. Wow! Ja, dit is niet van de echte Jasmin te onderscheiden. Nee, en check deze geest. Hey. Maar dit matcht niet helemaal. Wat matcht niet? Je hoofd. Wat is er mis met mijn hoofd? De geest is blauw. Oh, blauw. Ja, blauw. Maar mijn hele gezicht blauw. Ja, echt, als je echt bij de musical werkt. Ja, ik wil echt bij de musical werken. Dan moet het ook echt, ja. Ja, is het blauw? Is wel een goede kleur. Ja? Ja. Ja, is het oké? Okay? Ja. Maar matcht het ook bij mijn blauw, ja hoor, okay. Nou, hè? Ja. Alsof je in de salon zit en gewoon even, even ogen dicht. Moet wel even een beetje... Ja, en kriebel. Lekker blauw. Saar en Janne dit zouden weten. Die zouden helemaal de deuk liggen. Die hebben helemaal zin in de musical, denk ik. Ja, oh, dat denk ik ook. Die zitten nu nog te rekenen en te lezen. En straks kunnen ze gewoon lekker ontspannen. In Aladdin the Musical. Yes. Met in de hoofdrol. En papa. En mama in de rol van Jasmin. En papa in de rol van de geest. Ja, dit is een blauwe geest hoor. Hey. Ja, wat vind je? Wow. Ik kijk weer, mijn ogen die poppen er helemaal uit. Ik denk... Hey, maar dit is goed blauw hoor. Ik krijg het blauw niet helemaal eraf. Als ik ging er van mijn handen was. Ja. Oh, je krijgt het er niet af. Het is goed af. Ze krijgt het niet zo goed van de handen af te verven. Dat was een lekker hand. Wat
zeg dat straks over mij. Wanneer moet je weer werken? Oké, we komen er zojuist achter dat deze blauwe smink... Nee, maar het is gewoon smink. Iets wat beter op je huid blijft zitten dan verwacht. Ja. En het zou zomaar kunnen dat ik deze week als geest door het leven ga. Ik ben ineens zo blij dat ik Jasmin ben. Maar ach joh, kleine reisje. Het verhaal. Ik zat te denken. Ja. We leven straks in Agrabah. Ja. He, dat is de plek waar Aladdin en Geest en Jasmin wonen. Jij loopt daar, het is avond. Ja. Je bent lekker aan het slenteren, misschien wel in de tuin. En dan vind jij ineens... De lamp. De lamp. Ja, die lamp die kan wensen vervullen en die kan zorgen dat ik eruit kom. Ja, dus ik wrijf en jij komt dan. Ja, en dan geef ik jou 3 wensen. Ja. En als we nou 3 leuke wensen bedenken, dan hebben we een fantastisch verhaal. Oh, ik weet wel één. Ja? Wat wordt de eerste wens? Op zo'n kleedje zweven. Een vliegend tapijt! World. Weet je wat? Ja. Oké, de eerste wens wordt... Vliegen. Vliegend tapijt. Ja. Ik dacht het volgende. We hebben 2 van deze mooie wolkenbordjes. Ja. Staan nu nog op Sarah en Janna. Die hebben we ooit een keer in een filmpje gebruikt. Maar als jij die nou helemaal met watten bekleedt. Dat is het echte wolkje. Dan hebben we echte wolken. Want dan zit jij op het tapijt. Kan ik met die wolken erachter. Ja. Lijkt het net op een vlieg. Nou, dit gaat helemaal werken, joh. Dit zijn straks wolken, hoor. Hoe is dat nou om je eigen musical te produceren? Ja, ik hou er wel van. Ik hou wel van een beetje zingen, acteren, dansen. Knutselen. Alleen weet je wat wel een beetje het probleem is? Nee. Dat Sarah en Janne zijn er echt goed in. Wij niet echt. Nou, maar we gaan ze verrassen. Dus de lat ligt dan wel weer hoog van, wordt dit wat? Nou, hey. Hey. En doe ze nou eens een beetje heen en weer? Lijkt het echt. Dit lijkt echt. Ja, en wat doe jij precies? Ik ga aan de slag met de vogels. Kijk, deze kon ik vinden. Heel kleurrijk, past goed in Agrabah. Ja. En die maak ik vast aan een stokje. Zo, ik heb 2 wolken. Ik heb een vogel. Net echt. Hey. Net echt. Net echt. Alsof we vliegen. Hier zijn de wolken, hier is de lucht. Tweet, tweet. Tjoep, tjoep, tjoep. Tjoep, 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 tjoep. Net echt. Dan maken we hier het vliegende tapijt van. Jasmin, ben je er klaar voor? Ja, ik ga erop. Voor een ritje door de lucht. Ik ben er niet, hè? Nee. Ik ben de lucht. Oké, ik ga erop zitten. Hoe zit ze erop? Een beetje zo? Ja. En dan moet je maar zeggen als je vliegt. World. Waar gaan we heen? Oh, Agrabah. Oh, is het hoog. Is het hoog? Ik zit tussen de wolken. Oh, maar ik ga Sarah en Jan geweldig vinden. A whole new world. Toch? Ja, geloof je dus, dit? Ja, ik trapte wel in. Oké. Okay. Hoe gaat het verhaal verder? Nou, dan nog een wens. Nog een wens. Oh ja, de wens 2. Wat wil je nog meer? Nou, dan vlieg ik over het tapijt. Over Agrabah. En dan wil ik dat iedereen vrolijk wordt. Vrolijk? Ja. Oh, dat is een goeie. Dus jouw tweede wens is dat iedereen vrolijk wordt. Iedereen blij is en vrolijk is. En dan zeg ik als geest, zeg ik, ik heb wel een idee. Ja. Hoe word je vrolijk? Ik zou zeggen, met het zoete smoppenboek. Tuurlijk. Dan moet je de hele dag lachen. Ja, dus oh, dat die dan deel ik dan uit. Stapel boeken af. Dat is goed, als zo, alsof jij aan het flyeren bent. Ja, maar dat is wel... Flyeren, snap je? Ja, ik ben rij. Heel goed. Vraag mijn pap mama. Super goede grap. Ja? Voor de eerste 10 inwoners van Agrabah hebben wij... Maar samen lezen. Het zoete zusjes mop. Ja, hier moet je deel 2 trouwens, hè. Dus ze zijn echt helemaal up-to-date. Wat is groot oranje en kun je drinken? Wat is groot oranje en kun je drinken? Een olifanta. Wat krijg je als je een lucifer met een 1000-poot kruist? Een lucifer met een 1000-poot? Ik weet niet. Een lopend vuurtje. Bram gaat logeren bij een vriend die op de 10e verdieping van een flatgebouw woont. Okay. Helaas is de lift stuk en moeten ze lopen. Oh, is wel pijn. Papa, mag ik iets vragen? Zegt Bram. Nee, laten we eerst maar even al die trappen oplopen, zegt papa. Dan hebben we dat in elk geval gehad. Als ze halverwege zijn, zegt Bram nog een keer. Papa, mag ik nou iets vragen? Hijgend zegt papa, we moeten onze adem sparen, we zijn pas halverwege. Vraag het maar als we boven zijn. Als ze eindelijk op de 10e verdieping zijn, hijgt papa, wat een tocht, maar wat wilde je nou eigenlijk de hele tijd vragen? Bram antwoordt, ik ben mijn koffer vergeten. Kunnen we terug? Nog eentje, oh, dit is leuk. Er zit een man aan de bar in een café. Plots komt er een paard binnengerend. Mag ik snel een limonade? Vraagt het paard. De barman schenkt de limonade in en geeft het glas aan het paard. De man aan de bar is intussen met stomheid geslagen en vraagt aan de barman of dit een normale situatie is. Nee, zegt de barman, normaal drinkt hij appelsap. Hé, wat is het verschil tussen een botbreuk en een inbraak? Een botbreuk en een inbraak? Bij een botbreuk moet je een poos liggen en bij een inbraak moet je een poos zitten. In de gevangenis.
Ook leuk. Er zitten twee zwervers op een bankje in het park. De ene legt een euro neer op de bank. Wat doe jij nou? Vraagt de andere. Zegt de ene: ik wilde even voelen hoe het voelt om geld op de bank te hebben. Een soort bank. En dan knipoog jij. Ja. En op die knipoog doe jij zo. Bol. Nou, dat is de tweede weg. Ja, en dan kun jij volgens flyeren. Ja. Oké. Okay. Twee wensen. Twee wensen. Het verhaal gaat verder. Ik heb drie wensen. Jij hebt drie wensen. Wat wordt de derde wens? Ja, gewoon dat je vrolijk blijft of zo. Dat ja. Gewoon lekker dansen. Lekker dansen. Zingen. En dan alles sluit ook de musical mooi af. Dus mijn wens, mijn derde wens mooi. Is dan dat iedereen danst en zingt, in Acrobaat. Oh. Ja? Ja, ik ga even uitprinten en dan kom ik zo terug. Ja, tof. Ja, ja doen. Zo. Ik dacht, ik print het script ook meteen even uit. Ja, dat hebben ze dan al. Dan weten we wat de lijn is. Ja. En de tekst van Vriend als ik. Oh ja. Ja? Ja. Dat is jouw ding, hè? Ja. Oké. Okay. Kijk, Alibaba had een rovershol, wrijft gewoon maar over deze lamp. Oké. Okay. Wat kan ik voor u doen? U wenkt maar of u knipt. Wat wilt u bestellen? S'il vous plaît. Ik denk dat we nog even een poster moeten maken van ja, welkom bij de musical Aladdin. Ja. En dat als ja. We naar school komen, want we hebben denk ik volgens mij nog een kwartiertje ja. Of zo. Ja, kwartiertje. Dus we moeten even snel zijn. Print ik die nog even uit, kleur ja. Hem in. Ja. En, dan, en dan gaan we gewoon beginnen. Gaan we, en we gaan het doen. We gaan het doen. We gaan het gewoon doen. De musical gaat beginnen. Yes. Woe! De Zoete Zusjes musical. Yeah. Ja, je ziet er prachtig uit. In een rode jurk. Ja, slim, want jij bent ook rood ja, natuurlijk. Ja, daarom. Dus ja. Moet even, normaal is het blauw volgens mij, ja. Dat hadden we niet. Dus nu is het één op één. Kijk, ja, joh, dit plaatje nou, en deze Jasmin. Dus koekoek. Eigenlijk exact hetzelfde. Gaaf zeg. Ja, dit kan je natuurlijk ook gewoon zelf thuis doen. Hè? Een leuk musical, je maakt gewoon een klein scriptje, een leuk verhaaltje. Ja, dan voel je hem op van papa en mama. Ja, en dan mooi opvoeren. Ja. Ja, bij ons is de entree gratis. Maar je kan natuurlijk ook zeggen tegen papa, mama, ja, het kost je wel 50 cent. Dan kan je er geld mee verdienen. Ja. Oeh, dat is ook zo. Dan heb je en een musical en een beetje extra. En jij wil blauw, denk ik, als geest. Ja, graag. Want die van mij die is hartstikke roze. Die moet wel een beetje blauwer worden. Dat kan, dat kan. Zo, we hangen deze even op. Dan zien we dat hier de Zoete Zusjes musical begint straks. Gratis! Daar zijn ze, kom ze. Oh, oh. Zo, Jana. Hierboven. Kom boven. We gaan een musical opvoeren. Oh, spannend, ik voel nu echt mijn hartslag een beetje beginnen. Serieus, ik moet zingen, dansen, acteren. Ja. We gaan het doen hoor. Saar en Jana. Goed dat jullie er zijn. Ja, welkom bij de Zoete Zusjes musical. Musical. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Oké, nou Sarah en Jana, ga maar zitten en geniet van de Zoete Zusjes musical. Woehoe! Doe ik ga dicht. Oeh, geniet ervan. Ik ben zo benieuwd. Ja, ik ook. Hey, wie hebben we daar? Het is prinses Jasmin. Oh. Ik maak een wandeling. Ze maakt een wandeling in de avond. Jasmin, daar staat een lamp. Dan valt haar oog op een wel heel bijzondere lamp. Jasmin kan haar ogen niet geloven. Dit heeft ze in 1001 nachten nog nooit eerder gezien. Het is een lamp. Het is een lamp. Maar niet zomaar een lamp. Ik ga er even over wrijven. Kijk. Over wrijven? Ja. Oh. Oh. Zo, wie heeft mij geroepen? Ik spreek over die lamp. Spreek jij over die lamp? Ja. Aangenaam. Lamp. Ik ben de geest uit de lamp. Dat is papa. Ja. Een blauwe geest, zoals je ziet. Ja. Waarom heb je mij geroepen? Geroepen? Ik vreef alleen maar over die lamp. Oh, echt? Ja, dat betekent dat ik eruit kom. En nu? En nu heb ik een bijzondere verrassing voor jou, Jasmin. Okay. Want als je mij roept, dan krijg jij niet één, niet twee, maar, laat je horen kinderen, drie mensen. Wow. Ja. Dus ik mag drie wensen doen? Jij mag drie wensen doen. En je mag alles vragen, want voor mij is alles een koud kunstje. Huh. Hey, zo. Nou, zegt u het maar. De eerste wens. De eerste wens. Wat ik altijd al denk er goed over na. Ik heb altijd al willen vliegen. Op een vliegend tapijt. Vliegen. Nou, dat gaan we regelen. Kijk Jasmin, jij denkt misschien dit is een tafel. Ik dacht dat dit een tafel was. Maar dit is geen tafel. Is het geen tafel? Gebruik je verbeeldingskracht. Want dit wordt een vliegend tapijt! Oh! Oh, wauw!
Jij gaat vliegen door de straten van Agrabah. Dat is mijn wens. En dan ga ik eerst een tapijt halen. Ja. Oké? Okay? Ja. 3, 2, 1. Een tapijt! Oh, wauw! Ja! Hey, ja, ik ben een geest met magische kracht. Ik merk het, ik merk het. Oké, kijk goed. Ja. Hoppatee. Nou, waar is die tafel? Dit kan vliegen. Dit kan vliegen. Kan ik erop gaan zitten? Zeker mevrouw. Ik wens u een prettige vlucht. Oh, dit is mijn wens. Mama gaat vliegen. Oh, wow. Bent u er klaar voor? Ik ben er klaar voor. We gaan vliegen. Woehoe, ik vlieg, ik vlieg. Kijk, ik vlieg al door de wolken. Langs de wolken vlieg ik. Woehoe. A whole new world. Oh, dit is echt Aladdin. Oh, ik vlieg langs de wolken en de vogels. Dit was mijn wens. La la. Hey. La 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 la. Ben je lekker aan het vliegen? Ik vlieg ook, vogeltje. Oh, wat vlieg je mooi. Ja, dit was mijn wens. Of een vliegend tapijt. Maar ik heb nog een wens. Mijn tweede wens, geest. Nog een wens? Ja. Ik kom naar u toe. Yes. Yes, nog een wens. Hallo, Jasmin. Mijn volgende wens is dat iedereen in Agrabah vrolijk is. Vrolijk? Ja. Dan heb ik wel een ideetje. Nou. Als u knipt met uw ogen, ja, dan ligt hier zometeen een stapel zoete zusjes moppenboeken. Daar word je vrolijk van. Dan wordt heel Agrabah ligt dan in een duik. Dat gaan we doen. Oké. Okay. Ik knipper met mijn ogen in 3, 2, 1. Oh, hier zijn de moppenboekjes van de zoete zusjes. Nu kunt u flyeren. Deze ga ik uitdelen over heel Agrabah. Hier. Ga maar lekker lachen vandaag. Oh, wow. Oh, wow. Moppenboeken. Hier. Zal ik ook eentje aan Sarah en Jan geven? Lekker lachen vandaag. Hier, alsjeblieft. Oh, dankjewel. Wow. Heel kijk, iedereen moet blij zijn. Oh, wat leuk allemaal moppen. Oh, wauw. Die is echt leuk. Oh, dat meisje daar wil er ook een. Alsjeblieft. Iedereen is vrolijk. Ja, leuk om te zien, Jasmin. Oh. Maar ik heb wel slecht nieuws. Oh, wat dan? Je hebt nog maar één wens over. Mijn laatste wens. Dus denk er goed over na. Hmm. Want daarna is deze musical voorbij. Oh. Even nadenken. Iedereen is nu vrolijk in Agrabah. Ja, en we vliegen. En heb je ook al gewenst? Mijn laatste wens is dat iedereen vrolijk blijft. Voor altijd? Altijd. Dus dan moeten ze blijven dansen en zingen in Agrabah. Maar hoe gaan ze dat doen? Van wie gaan ze dat leren? Van jou? Van mij? Ja, als iemand ze dat kan leren, ben jij dat. Dat klopt, want ik ben wel de danskoning en de zangkoning van Agrabah. Ja, ik heb alleen even mijn tekst nodig. Ja? Maar laat ik die nou hier hebben. Nou. Hey, start jij de muziek in? Yes. Oké. Okay. Oh, lekker. Voel die beat. Trompetten. Ik ga even lekker dansen. Waar vind je nou de vriend als ik? Oh, yeah. Wow, wauw. Woe, ja. Dat was zo leuk, yeah. Dankjewel voor de applaus. Dankjewel. En, vond je dit filmpje nou leuk? Geef dan even een duimpje omhoog. En abonneer op ons kanaal. Onder deze video. Man, ik ga proberen deze verf van mijn gezicht af te krijgen. Ik hoop dat het eraf gaat.